liever aandelen in China dan in Japan. Ja, China is nog steeds een grootmacht die steeds groter wordt, terwijl Japan krimpend is. En daarnaast zijn er in China een paar ontzettende aansprekende bedrijven. De zogenaamde BAT-aandelen, Baidu, Alibaba en Tencent. Die net als Facebook, Google, Amazon, goed te vergelijken. Die ongeveer dezelfde rit hebben gemaakt, maar die niet de last hebben zoals Google heeft van autoriteiten die zeggen hoe zit het nu met mijn privacy en dergelijke. Die worden nergens in geremd voorlopig. Dus die gaan door met China en wellicht ook een stuk van de rest van de wereld veranderen en groeien. Dat zul je ook zien in de koers. Lucas. Nou, als ik kijk naar China. China is een fantastische economie. Afgelopen 6 jaar 50% gegroeid. Wat denk je dat de winst per aandeel over die periode gedaald heeft? Met 10% gedaald. De eeuwige belofte. Het groeit als kool. Maar qua winst hou je er gewoon niet zo heel van over. Kijk je nou als je China koopt. Je koopt voor 40% IT. 40%, daar zit de naam in als Tencent, eerder genoemd. Dat handelt op een PE van 56, 57. Dat is nou niet echt de sector waar ik echt in geloof. Nee, voor mij liever Japan. Dat is helder. Ja, we kunnen nog even aftellen, maar ik mag wel gewoon van start gaan, Bob. Ja, ik denk dat inderdaad aardige koers-winstverhoudingen, maar met bedrijven die hun winst jaarlijks bijna verdubbelen, is het volgend jaar al een stuk minder met die koers-winstverhouding. Is het helemaal niet zo duur meer. En ik denk ook dat China op lange termijn, juist als economieën heel hard groeien, dan gaan aandelenkoersen het doen vaak niet zo heel goed, omdat al het geld naar de echte economie wordt gezogen. Mm-hmm. Juist als het wat rustiger aangaat, kunnen de aandelenkoersen die een achterstand hebben opgelopen ten opzichte van de reële economie, het ook goed gaan doen. Dankjewel. Als het gaat om aandelen China, wat doen Aziatische beleggers eigenlijk zelf? Weet jullie dat? Volgens mij zijn Chinese beleggen vooral in eigen aandelen. Mainland China. Ja. Is ook duurder dan de Hongkongse markt bijvoorbeeld. Ja. Maar intussen zijn die markten naar elkaar toe geopend. Maar ik zou zeggen, als je hetzelfde aandeel in Hongkong of in China kan kopen, koop ze dan liefst maar in Hongkong. Maar waarom zou je als particulier in zo'n markt stappen? En welke beurs ga je dan? Ga je naar Hongkong of ga je naar Shanghai? Hoe zit dat met die B shares? Je precies. Komt altijd alleen maar op die. En je hebt er geen verstand van. Nou ja, ik denk dat. Weet je, dat is. Heel veel bedrijven, neem zo'n Tencent, mm-hmm. met zijn spelletjes en met zijn social media. Dat kan je best wel begrijpen. Waarom kan je dat minder goed begrijpen dan bijvoorbeeld Facebook of Google? En ik vind ook, ik vraag wel eens aan mijn kinderen, waar zou je liever in beleggen? In Philips of in Google? Zeggen ze automatisch Google. Snappen ze dat dan beter? Nee, zeg maar. Dat gebruik ik wel elke dag. Duidelijk dat ik wat vaker met mijn kinderen over beleggen moet praten. Ja. Ik doe dat niet, jongens. Gemiste kans. Ja, dan moet ik toch wat snel gaan doen. Oké, ik vind het prima hoor. Maar volgens mij is de Amerikaanse markt, ook qua regulier, misschien voor ons net iets transparanter dan de markt van Shanghai. Kijk, moet je daar? De meeste aandelen die je koopt, Chinese aandelen die je koopt, dat zijn de bekende namen. En die koop je vaak ook in Amerika. Als ADR's heet dat, geloof ik. Want daar worden ze het meest verhandeld. En kan je er elke dag in en uit. Dit is natuurlijk wel. Want Bob was eerder over Japan wat kritisch. Hij zei hoge staatsschuld. 250% van BP. Helemaal mee eens. Hè? Dat is duidelijk een risicofactor. Het is alleen wel zo dat die staatsschuld duidelijk opgekocht wordt door de Bank of Japan. Dus die komt langzaam maar zeker komt die uit de markt weg. Terwijl als je naar China kijkt. Daar zie je diezelfde 250%. Zie je ook. Maar dan is het private schuld. En dat is in een heel korte periode. In 10 jaar is dat van 150% naar 240, 250% gaan. Ik weet het exacte getal, weet ik niet. Ja. En daarvan zeg ik, die schuldtoename, ja, dat gaat die economie echt wel een keertje raken. En dan, als ik dan nog een keertje kijk naar als je het mandje MSCI koopt, dan koop je 40% technologie, 20% banken. Maar dat is dan een mix waarvan ik denk, dat is nou net niet een leuke mix waarvan ik denk, dat gaat goed komen. RTL Z Beurs Insight wordt mede mogelijk gemaakt door ING Sprinters.